tenslotte mij gevonden om hier vanmiddag volledig zonder jaloezie een aantal onderscheidingen uit te reiken aan mensen die ik zeer bewonder. Ze kunnen allemaal dingen die ik niet kan. En ik vind het een groot genoegen om 11 gouden platen uit te reiken met 11 vragen aan zeer bekende artiesten uit de stal van deze grammofoonplatenmaatschappij. Boudewijn de Groot, kon je vannacht nog slapen van de opwinding? Ik heb er niet aan gedacht, laat staan van gedroomd. Maar op het ogenblik zou ik niet kunnen slapen. Wat staat erop, Lennart Neig, op zo'n gouden plaat? Jullie hebben er al eens eerder een gehad, ja. Hè? Waarvoor was dat? Dat was voor het Land van Maas en Waal, dat is een single. Ja. Heb je hem wel eens opgezet? Nou, ik niet, maar meneer hier is op dat idioot idee gekomen. En het is een echte plaat. Ja? Ja, het is een echte plaat. En dat was dus voor het Land van Maas en Waal. Daar stond een zeer goed nummer op van het Dutch Swing College. En we zijn ook reuze benieuwd wat er deze keer op staat. Hè? Ja, inderdaad. De combinatie Boudewijn en Lennart, hoe je het ook bekijkt, Boudewijn heeft heel vaak mooie liedjes geschreven in samenwerking met anderen, maar de combinatie Boudewijn en Lennart is het meest unieke wat er is. En dat is zo zonde om dat te doorbreken. Dus de heren moeten een schop onder hun kont en moeten weer aan het werk. Wie vertelt me van het leven? Grote broer, die weet het best. Als ik groot ben, wil ik even groot en sterk zijn als de rest. De poes vindt van niet. Hij zegt ik kan hem niet verstaan, als ik groot ben is dat van de baan, want grote mensen praten niet met poezen. Boudewijn, je bent nogal eens gestopt met optreden, maar toch doe je dat af en toe weer eens. Waarom? Nou, verschillende redenen. Dat ik dan opeens weer zin krijg, een soort heimwee misschien, en omdat ik dan geld nodig heb. Voor het publiek is het Boudewijn de Groot die zijn liedjes zingt. Voor meer ingewijden zijn we een duo. Iemand heeft ons eens de Van Gent en Loos van het Nederlandse chanson genoemd. Ik ben Loos. Waarom weet ik niet, maar ik ben Loos, dat staat vast. De zilveren zon speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de stoet voor goed de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Ik woon in dezelfde straat, ook in Heemstede. Ik ken het begin en het einde. En het vaste contact dateert dus van de middelbare school. Het is dus zeven jaar later. Ik maakte toen mijn eerste film 8 mm met geluid. Voor zover mogelijk lipsynchroon. En hij zong dus met gitaar op feestjes en zo. En, brel en jiddische en liederen en afijn, als je het maar niet verstond. En Jaap Fischer uiteraard. En toen schreef hij zelf dus 2 liedjes voor dat filmpje. Je mag me overal op straat ontwijken. Je hoeft geen woord te zeggen als je dat graag wil. Je hoeft me zelfs niet eens meer aan te kijken. Als ik naast je loop, sta desnoods stil. Maar toch zou ik je nog één ding willen vragen. Of je één keer met me mee wilt gaan. Kun je mij nu niet een avondje verdragen? Daarna dring ik verder niet meer aan. Als je ja zegt, zal ik nooit om nog meer smeken. Dan kan je rustig met een ander gaan. Als je nee zegt, zal ik me vroeg of later wreken. Dan zal ik voor jou als een hel blijven bestaan. Die film die hebben we toen eens een keer laten zien. En toen zat in ons publiek zat Ed Lautenslager. Ben u meneer Lautenslager van de NTS? Ik zeg, nou ja, wat dan nog? Hè? Kijk, iedereen toen geweldig tegenop. Ik zal helemaal niks voor u doen.
Goh, we hebben een filmpje bij ons en zouden we dat mogen draaien? Nou, laat Marieke van der Elst van Adema van Scheltema nou een schermpje hebben. En zij natuurlijk die projector meegebracht. En dat was best een geinig filmpje, 8 mm, maar het stelde echt nog niks voor. En Boudewijn wilde dus die cameracursus volgen op de filmacademie, toen nog onder Cola's. En Lennart wilde de regiekant op. Maar er was maar één ding in het filmpje opgevallen en dat was een liedje. Dag kater, wat zit je te wachten? De mensen wachten op jou. Of ben je aan het eind van je krachten? Verlaten, alleen in die kou. Zullen we verder lopen, samen alleen in die zee? Misschien kunnen wij leven kopen, in een land hier ver vandaan ga je mee. Wij lopen, ik en de kater. Ik ben op zoek naar een mens, een mens verloren in dit water. Haar vinden is onze vurige wens. En ik had een hele goede vriend. Die was toen opnameleider, manager bij Phonogram. Ik kreeg een bandje toegespeeld via Ruud van Lieshout. Dat was de man in onze opnametechnicus. Hij is later studiochef geworden. En die bracht een bandje mee. Dat had hij gekregen van die man. Hij zei, luister toch eens naar. Nou, oké, dan ga ik plaats van maken van dat. Zag ik wel zitten, eigenlijk. Daar zeilde op de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen met zwevelzeidel goud. Daar kwam de Spanjaard dreigen te roven ons het goud. Toen we voerden op de Noordzee, al op de Noordzee wijd en koud. Het was onze jongste makker, een jongen sterk en koen. Die smakkelt tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds een Spaans galjoen. Doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee zinken doen. Ik zal u geven zilver, een wapen en blazoen, mijn eigen jonge dochter zal ik u doen. Wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen, doen zinken in de Noordzee, al in de Noordzee zinken. Het is me voortdurend overkomen, dat hele zingen. Lennart schreef teksten die bleken fantastisch te zijn. En ik schreef daar muziek bij, die bleek daar fantastisch bij te passen. En iedereen bleek het fantastisch te vinden. En ik had daar geen enkele opleiding voor, geen enkele ervaring in. En van het begin af aan was het. Reageerde iedereen alsof het zeer professioneel en gaaf was en zo. En er was zelden kritiek, tenminste niet op de techniek ervan, hoogstens inhoudelijk of op het soort muziek of op het soort repertoire of zo. Maar het ging allemaal. Vanzelf. Dus het is me allemaal voortdurend overvallen, heeft het me. Lennart schreef al zijn avonturen op en Boudewijn zong ze. Die beleefde ze niet, die zong ze. Die benaderde, maar hij deed het op zo'n manier dat iedereen geloofde dat het Boudewijn was die dat allemaal meemaakte. Want als figuur was Boudewijn wel zo. Maar Boudewijn was vooral in het begin gewoon een oppassend huisvader. Heel jong en erg veel zorgen in het begin, denk ik. De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen, zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper 20 en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gauw naar huis. Naar hun banen, naar een auto, naar de televisie thuis. Nou ja, het was commercieel dus geen deuk, hè. Maar dat dachten we ook niet bij.
Als je de filmacademie, zoals kleurenfilm, in de mond nam, kreeg je een asbak naar je kop. We allemaal koudaars in de klas. Zaten daar bloedernstig en commercieel woord mocht niet gebruikt worden. Moest je mond gespoelen hebben. Toen wij liedjes gingen schrijven en dat ook nog op de plaat gingen zetten, toen moest dat dus allemaal met gitaar, misschien twee gitaren, viool en zo. En zeker geen elektriek. Maar dat verkocht natuurlijk voor een meter. En dat wilden ze wel. En dan krijg je het bekende dilemma van, moet je het doen of moet je het niet doen? Als je het doet en het wordt een succes, dan kan je daarna doen wat je wil. Maar ja, dan moet je wel even van je geloof vallen enzovoort. Dus dat krijg je dus van alle kanten tegen je aangepraat. Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal, en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Arm kind, 16 lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Kan je zeggen dat je sympathiseerde met de provo-beweging toen? Ja. Ja, maar ik was niet de zingende stem van de provo-beweging. En ik denk ook niet dat zij dat zo zagen trouwens. Ik was hoogstens een bekende Nederlander die meedeed aan de provo-beweging. Dus wat meer opviel dan de andere provo's. Maar de meeste provo's waren als provo 1000 keer belangrijker dan Lennart of ik. Wij sympathiseerden ermee, maar stonden misschien wat meer aan de schijnwerpers vanwege het zingen. Ze hebben Boudewijn altijd de protestzanger genoemd. Het is het enige protestlied wat hij ooit heeft gezongen. Ja, ik vind het een vrij onschuldig protestlied. Vergeleken met wat Bob Dylan deed en in die tijd. Nou, was toch heel iets anders. Schrik maar niet te her, wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan, en u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die het bloed en de ellende niet vergeten, en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen. Droom maar pijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht. De eerste LP, die heette O. Boudewijn. Dat had geen titel eigenlijk. En daar stond meneer de president op. Toen was de zaak in de gang gezet eigenlijk, toen tegen mijn eindexamen aan, toen... toen was dat een... begonnen, maar ja, ik was nog steeds bezig met die films. En toen, het voorjaar 66, toen ging alles hard, denk ik. Want ik raakte in de versukkeling toen met de eindexamen Filmacademie, dat is... Ik heb wel die film gemaakt, Proximana. Maar het eindexamen zelf, toen lag ik dus dronken in de goot. Mijn eerste liefde, die was uit. En de Chinezen konden komen, dus... Maar dat niemand begreep dat. Men mond zich erover op dat ik geen die einddiploma haalde. Terwijl ik toch zo'n mooie film gemaakt had. Ik weet Bertina en de Volkskrant en zo, die ging erover schrijven. Met mij kon het om niet schelen. Hij was absoluut niet van de wereld. En dat toen is voor de overlevenden ontstaan, in die zomer. Dat is dus direct zo vanuit die toestand geschreven. Intussen zal ik u vertellen over Lennart Nijg. Die, van wie ik nog een tientje krijg. Maar, die vroeger, dan heb ik weer, met Lennart gaat het altijd over vroeger, maar straks gaat het over het heden. Die vroeger wat moeite had met de liefde.
met name dan met de vriendinnen. En daar kwam hij altijd moeilijk aan. Met mij ging het wat makkelijker, maar ik sta vooraan en hij blijft altijd op de achtergrond. Dus dan heb je altijd een streepje voor. Maar bij Lennart was het dus vrij moeilijk. En als hij dan eindelijk een vriendinnetje had, dan kwam hij daar niet over uitgesproken. En als het dan uitging, dan was dat reden voor talloze gedichten en elegieën en allerlei afgrijzelijke spul. Ik heb een nieuwe tekst, Bo. Een nieuw lied. Bo zegt, trekt aan zijn neus, krabt, hoest, snuift, neemt thee en koek tot zich, schraapt de keel en staart het raam. Ik zeg dan, hier is het, lees maar. Het is een soort van liefdeslied, maar het is ook wel komiek. Ik dacht er niet te zwaar muziekje bij, een stukje driekwartsmaat desnoods, maar niet te zwaar. Bo staart uit het raam. Anneke komt binnen en spreekt Marcel toe. Bo staart uit het raam. Ik zeg, het gaat over een verhouding tussen een man en een vrouw. En die vrouw, welke vrouw, zegt Bo. Nou, zeg, die vrouw in dat liedje. Hij staart uit het raam. Welk liedje? Je armen liefste zijn niet om te slaan. Je moet je handen niet tot vuisten maken. Je ogen hoeven niet zo hard te staan. Ontspan die harde lijnen om je kaken. Je lichaam lief is zacht om aan te raken. Maar jij denkt enkel aan je eigen heil. Jij denkt alleen maar aan je eigen zaak. En dat is toch beneden alle pijl. Bekijk jezelf en lach je zachte arm. Is voor mijn hoofd gemaakt om op te rusten. Je borst als veilig kussen houdt me warm. Maar warmer zijn je lippen die me kusten. Dit ben ik. Met beer. Die beer die heb ik tot mijn 17e gehad. Heb je hem wel eens gedraaid, die LP? Ja, de LP is onlangs op cd uitgekomen. En toen dat gebeurde, ben ik meteen mee naar Boudewijn gegaan. En toen hebben we samen daar heel diepzinnig naar zitten luisteren. Vergelijkingen getrokken meteen met Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, die even voor deze plaat uitkwam. En de plaat echt geanalyseerd. En daarvoor heb ik hem regelmatig. Ik heb ooit deze plaat. Ik had hem in mijn bezit op LP. En er stonden een aantal nummers op, die wilde ik ook spelen op gitaar. En Boudewijn had het geflikt om ieder nummer in een andere toonaard te spelen. Die op gitaar praktisch ondoenlijk is. Dus ik heb hem op een gegeven moment in een kwaaibui heb ik hem kapot geslagen op de tafelrand. Maar het was dus een plaat die meer uit het hoofd dan uit het hart kwam. En die ik om die reden heel lang verguisd heb. Maar ik heb hem niet zo lang geleden weer eens wat nummers van gedraaid. En dan moet ik zeggen dat we daar, daar had Hitweek gelijk in. Want Hitweek vond het altijd belangrijk hoe ver je ging. Dat was een, tussen aanhalingstekens, een verre plaat, weet je. En dat moest dan, dat was dan psychedelisch. En een groep als Hep's Hash en The Colored Code was een zeer verre groep. En hoe obscuurder het in die tijd was, hoe beter Hitweek het vond. Dus je had groepen als Ars Nova, Insect Trust, dan noem ze maar op, waar niemand daarvoor ooit van hoort en daarna ook nooit meer van zou horen. En die maakte dan zeer verre muziek. En deze plaat was zeer ver. En, maar ik moet zeggen dat die inderdaad zeer ver was. Want er gebeuren daar dingen die in die tijd niet of nauwelijks gebeurden. En die op Sgt. Pepper wel gebeurden, maar in Nederland al sowieso niet. En dan kom je weer op die arrangementen van Bert Page, die als je een nummer draait als Cinderella of Mensen om mij heen, die zo vreselijk sfeervol zijn en zo geïnspireerd zijn geschreven, dan is het een zeer verre plaat, maar op een andere manier dan Hitweek het bedoelde. Daar is Bert Page is daar echt zeer ver gegaan.
Mijn wagen rijdt verder als een pompoen. De prins is vanavond op pad. Hij heeft zijn sokken vol gaten en een glazen schoen en zijn laarzen verleend aan de kat. En onder de motorkap zuizen in een tredmolen zes witte muizen. Ja, toen deden we wat we wilden. Waar we zin in hadden, dat zetten we op de plaat. En ik voelde dat ook, dat ik die vrijheid had, omdat, ja, Boudewijn was een commercieel artiest. Commercieel zanger. Niet in het begrip van commerciële muziek, wat we daar wel eens aan toe kennen. Maar een goed verkopend zanger. Meester Prikkebeen, Meester Prikkebeen. De mensen lopen langs hem heen, hij blijft alleen Meester Prikkebeen. Ze danst in de sneeuw en ze speelt tamboerijn, terwijl de lapjes kat heel stil de passie wreekt. Het geurt naar brood en warme wijn. En in de sneeuwnacht bij de wallen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen. Een vuurpijl spuit de hemel in. En morgen verdwijnen ze. En dat, ja, toen begon ik ook wat nieuw. Splitst het zich dus ook, hè? Want toen heb ik Lennart zo'n beetje laten vallen, niet bekennen. Maar ik wist niet meer waar ik naartoe wilde. En ik begon, ja, een beetje verwrongen werd het allemaal, omdat ik dus zeer ver was gegaan, maar ik bedoel letterlijk bedoel ik nu, op die platen met arrangementen die op een plaat fantastisch waren, maar die dus met geen mogelijkheid live te maken waren. En dan zit je dus met de vreemde schizofrene situatie dat je je helemaal uitleeft en alles wat je wil kan doen op een plaat. En dan met de vreselijke beperking van het live optreden. Maar jij bent toen verhuisd naar Dwingelo? Ja, nou, ben ik nog een de eerste Eindje Davids tournee heb ik gedaan. De eerste afscheid. Ja. De eerste afscheidstournee. Want dat was dus echt. Toen dacht ik dus van, nou, dit. Hier haak ik mee op. In ieder geval dat Nederlands, dat. Dat begon echt allemaal boven mijn hoofd te groeien en ik werd er totaal paranoïde van. En dus ik dacht van, nou, afgelopen. Captain Decker, Flying Dutchman, gives not one thought to this day, the world of mirrors is in. He knows it's your mind to be blown and forever be free to sail out an ocean of humanity. Toen dacht ik van, ja, dan ga ik zelf een groep maken. Dus dat we echt, weet je wel, op elkaar ingespeeld zijn en een heel eigen repertoire opbouwen enzovoort. Dus toen ben ik met een paar hippies naar Dwingelo verhuisd. Totaal armoe was dat en het was echt een vreselijke tijd. De reactie van de pers, want men begreep het allemaal van geen kanten. Dat was het moment dat oom Henk van der Meijden dus langs een raam sloop in Dwingelo en naar binnen keek en terugkwam met het bericht van Boudewijn de Groot leeft in een commune. Ja. Nou ja, daar had je het helemaal, hè? Ik had een soort baard, maar dat was allemaal zeer flassig.
een zeer lang haar en een soort jas van een van groen, ja, wat voor stof was het, kunstbont of zo. En wat je nu op in Amerika op wc-brillen hebt, weet je wel, dat badkamerbont, zal ik maar zeggen. Van groen en zo. En die andere jongens zagen er ook niet uit. En ik was van mijn vrouw af en ik had een vriendin. En nou, het was echt ga modder was het. Het was echt, het is het eerste wat bij me opkomt, is modder. Het was zeer grauw daar. Het was ook een koude winter. Het was veel sneeuw, veel nattigheid, veel narigheid. Het was allemaal blubber, kledder en modder. Nou, toen besloot ik om toch weer naar mijn oude stiel terug te gaan. En ook weer contact te zoeken met Lennart. En daaruit is toen de eenzame fietser geboren. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf wegbaant? Hoe zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint zich kampioen baant? Ver genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. I sometimes blame my parents, they didn't give me more. Haven't found the answers that they've been looking for. So I must keep on searching until I find a way to live in peace and harmony until my dying day. Ik kijk wel eens naar foto's van vroeger. En dan heb ik daar soulpipes aan en zit iedereen maar een beetje te hangen op een paar oude, vieze, ripfluwelen bruine banken. Met oranje muren en groene vloer. En ja, daar heeft altijd wel een hippiesfeer gehangen. Er werd gewoon eigenlijk verder niet over geluld. Het was gewoon de jaren 60. Dat heerste gewoon thuis. Ik denk dat het allemaal wat minder spannend is. Toen was het vrij vernieuwend om zo tegen dingen aan te schoppen. En nu is het vrij normaal geworden. Dus ik denk dat dat spannender. Van god, wat, die man die doet dat maar eventjes, weet je wel. Die durft zijn vuisten laten zien. En ja, dat is een soort taboe verbroken of zo, denk ik. Maar nu, iedereen die durft te zeggen wat hij wil. En ook voor de buis en ook op het podium. Dus wat dat betreft is de lol eraf natuurlijk. Iedere nieuwe lente is alles nieuw voor mij. Want de winter is dood, een oud jaar is voorbij. Ik voel het nieuwe licht, ik verander van gedachten. Ik volg een nieuwe liefde, ik verander van gezicht. En ik vergeet wat is geweest. Ik vergeet wat is geweest. Want wat geweest is, is geweest. Maar in de nacht van het oudjaar wacht de zeis van de kritiek. En ik schaam me voor mezelf, ik vernietig mijn muziek. Ik volgde weer het verkeerde spoor, heb opnieuw te veel gewaagd. Ik heb weer niets gegeven. Veel te veel gevraagd en ik vergeet wat is geweest. Als hij nou maar langzaam begonnen, dan had hij kunnen groeien als muzikant. Maar hij stond meteen in de top, had de zorg voor een gezin. En dat stelde eisen, dan word je toch een aantal jaren geleefd. Vandaar dat ik het ook heel goed heb begrepen dat hij er af en toe uit wilde stappen. Als het langzaam gaat en je groeit erin, dan kun je ook genieten van je succes. Maar niet als je meteen succes hebt. Dan wordt het een gigantische na-even.
natuurlijk, als je iets met iets succes hebt, dan creëer je een verschrikkelijke concurrentie. Jezelf dus. Dat is met sporters ook zo. Maar die moeten er helemaal vroeg mee ophouden, dus dat gaat dan niet verder. Maar als iemand eenmaal zoveel meter hoog is gesprongen, nou, ja, dan ben je geschochten. Alles wat je daarna doet, wat niet hoger is, is helemaal kut. Klaar. Dat is een hele succesvolle plaat, maar een paar jaar daarna dan ga je met René Daalder een LP maken. Waarom? Nou, toen begon het zich weer te herhalen. En het wordt nu... Het wordt vervelend om dat nu weer... Maar toen begon de situatie zich eigenlijk weer een beetje te herhalen. Weer... niet weten wat ik wil, weer niet tevreden zijn met zoals het gaat en ja, weet je, misschien een beetje de kwaal waar die ten grondslag ligt aan de romantiek. Het verlangen naar iets wat er niet is en als het er wel is, ontevreden zijn daarmee. Ik ben dan wel bekend nu als Boudewijn de Groot. Mijn moeder weet van niets, mijn moeder namelijk is dood. Ik heb nog een paar foto's uit Indië waarop ze staat als verstilde danseres in een lang en wit gewaad. De schoorsteenmantel, haar portret, we kijken naar elkaar. Haar ogen zijn mijn ogen, maar lijk ik ook op haar. Soms doet het verre kareljong me denken aan de gamelan, aan het land waar alles begon. Nederlands-Indië, mijn moeder, ik mis ze soms, maar ik weet er weinig van.